In deze video behandelen we vraag 15 en 16 uit het examen van 2021, het eerste tijdvak. Deze opdrachten vallen binnen het domein verbanden, maar ook in het domein meten en meetkunde. De vraag gaat over een fiets met een groot voorwiel, diameter 90 cm, en een klein achterwiel, diameter 30 cm. Op elk wiel is één punt getekend en de uitwerkbijlage is een grafiek van de hoogte van punt P bij één omwenteling van het wiel. Bij opdracht 15 wordt gevraagd naar de coördinaten van de top van de grafiek op de uitwerkbijlage. De top van de grafiek is natuurlijk wanneer punt P zich aan de bovenkant van het grote wiel bevindt. Het eerste coördinaat is naar hoeveel centimeter afstand punt P aan de bovenkant van het wiel zit. Na een hele omwenteling van het wiel zit punt P natuurlijk weer aan de onderkant. Dus na een halve omwenteling van het wiel zit punt P aan de bovenkant. Dat is dus ook een halve omtrek van het wiel. Omtrek van het wiel is diameter keer pi en daar dan dus de helft van. Invullen geeft 90 keer 3 14-honderdste gedeeld door 2. Dit geeft ongeveer 141 als antwoord. Dit is dus de afstand waarna punt P op het hoogst is en dus ook het eerste coördinaat van de top. De tweede coördinaat van de top is makkelijk te vinden. Dat is namelijk de maximale hoogte waar punt P zich kan bevinden. En dat is gelijk aan de hoogte van het wiel, namelijk 90. De coördinaten van de top zijn dus tussen haakjes 141,90. Met deze opdracht zijn drie punten te verdienen. Eén punt is voor het uitrekenen van de halve omtrek van het wiel. De overige twee punten zijn voor de twee coördinaten van de top juist opschrijven. Denk eraan, coördinaten opschrijven doen we altijd tussen haakjes. Bij opdracht 16 wordt gevraagd om in hetzelfde assenstelsel een grafiek te tekenen voor punt K op het kleine wiel, tijdens één omwenteling van het grote wiel. In principe hoef je hier niks voor uit te rekenen of berekeningen op te schrijven. Het kan natuurlijk wel, maar het gaat vooral om de grafiek. Je moet je beseffen dat als het grote wiel één keer ronddraait, dat het kleine wiel dan wel drie keer ronddraait. Want het grote wiel is precies drie keer zo groot. De maximale hoogte van punt K is natuurlijk 30 centimeter. Dus nu kunnen we eigenlijk al een paar punten zetten. De grafiek van het grote wiel eindigt ongeveer bij 280. Als we dat in drie stukken delen, dan komen we dus uit bij 95, 190 en 280. Daar telkens tussenin komt het hoogste punt op hoogte 30. Die punten verbinden we dan met een vloeiende lijn en dan hebben we de grafiek voor punt K op het kleine achterwiel. Ook hier zijn drie punten te verdienen voor de grafiek. Eén punt als er drie periodes getekend zijn. Eén punt als de maximale hoogte 30 centimeter is. En een punt voor als de hele grafiek getekend is met een vloeiende lijn. Op het YouTube-kanaal van Wiswereld vind je niet alleen het complete, uitgewerkte examen van 2021, maar ook veel algemene wiskundeuitleg. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer. We'll be right back.